floral designer Pim van den Akker, meesterbinder Hanneke Frankema en creatief ondernemersduo Rudy Tuinman en Pascal Koeleman. Wie is Hollands beste bloemstylist? Wie wordt het nieuwe uithangbord voor de Nederlandse bloemenbiz? Door het boeket dat jullie zo gaan maken wil de jury jullie leren kennen. Dus zorg ervoor dat het boeket je persoonlijkheid symboliseert. Laat zien wie je bent en wat je kunt. De teams hebben de opdracht een tafel te decoreren voor een feestje van een fashion magazine. Jorn is namelijk op zoek naar een aantal mooie drijvende objecten voor zijn Tulip Island. En wat denk je? Die gaan jullie maken. Wij dromen van een mega grote taart met heel veel bloemen. En het liefst zouden wij die heel rijk en heel romantisch willen zien. Vandaag gaan jullie een bruidsboeket maken voor een bekende Nederlander. Ze trouwt binnenkort op Ibiza en haar naam is Patty Bart. Jullie gaan vandaag een groot en extravagant bloemwerk maken voor de perspresentatie van de nieuwe musical Dreamgirls. Per team staat er een auto klaar die aangekleed moet worden voor de bloemencorso. En doe dat zo opvallend mogelijk. Maar eerst moeten jullie zelf de bloemen regelen bij de kwekers. En namens de kleinkinderen gaan jullie vandaag de kist decoreren en een rouwwerk maken. Jullie gaan een rouwarrangement maken voor een overleden beroemdheid, een held. En om de gasten nou een warm welkom te heten, gaan jullie de trappen decoreren. En dan niet zomaar versieren, nee, de gasten moeten worden geïmponeerd door een over-de-top versiering. En jullie gaan deze dieren decoreren voor een groot dierenpark. Voor de finale van Hollands beste bloemstylist krijg je 2 grote opdrachten. De eerste opdracht is, maak een houtcultuurjurk van bloemen. De tweede opdracht luidt, maak je ultieme masterpiece. We dagen je uit om de mooiste creatie te maken die je ooit hebt gemaakt. Vanaf nu heb je 48 uur tot aan de finale. Heel veel succes. Terwijl iedereen lekker aan het hakken en zagen is, hoopt de jongste bloemstylist dat het blok vanzelf gevormd wordt door er naar te kijken. Thank you.
bloemetjes in het water zetten. Dat is wel belangrijk. Anders gaan ze slap hangen. Dat is zonde. Dat zijn zo'n schatjes. Ik ben nog even lekker aan het graaien en het snaaien. Dus laat me even lekker mijn gang gaan. Heerlijk. De snoepwinkel voor grote mensen. Maar is dit het al of komt er nog wat bij? Dit is het. Oh, dit is het. Ja, ik vind het supermooi. Die is ook verantwoordelijk voor het ontwerp, hè? Ja, ja, dat was ook fantastisch. Ik weet niet of je het hebt gezien. Het is echt... Ja, als ik dit zie, krijg ik een brok in mijn keel. Je weet, ja. Ik vind dit wel een... Dit is een stil leven. Inlijsten en verkopen. Wat het meeste indruk op me maakt, is dat Pim zegt dat je moet bloemschikken met je hoofd. En ik dacht altijd dat je dat met je handen moest doen. Dus ja, dat is echt een eye-opener. Maak een haute couture jurk van bloemen. Hier is de jurk van Anton. De jurk van Sarah. All of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your... De jurk van Willem Jan. De bloemstylist. Die heeft gewonnen. Is volgens de jury zeer getalenteerd. Heeft een opvallende eigen signatuur. Is waanzinnig creatief en heeft de potentie om niet alleen Nederland, maar heel de wereld te veroveren. Anton. Sarah. De winnaar van Hollands beste bloemstylist is geworden Sarah! Yes. De check van 25.000 euro. Yeah.